Eigenlijk was het plan dat na de invoering van het huidige parkeerbeleid, dat in eerste instantie een soort van terugkoppeling zou komen van, nou ja, hoe gaat het eigenlijk nu? En nu is er niet eens meer sprake van een terugkoppeling, maar is het eigenlijk, we schaffen het af en we komen met compleet wat anders. En dat begrijp ik dus niet. Dit gaat over de rug van zowel ondernemers, bewoners, horeca, alles. Dit is echt compleet onbegrijpelijk dat men met dit voorstel kan gaan komen. Maar wat we nu gaan doen is 24/7 betalen voor het parkeren. De tarieven gaan omhoog. Dan kunnen we dus gewoon gaan verwachten dat de omzet omlaag gaat. Nou ja, hoe gek wil je het hebben? En het kan niet zo zijn dat je een bezuiniging of taakstelling van 1,2 miljoen... die het college voorstelt aan de gemeenteraad van Almelo, afwentelt op de binnenstad. Dat zal absoluut, als dat aangenomen zou worden, wat ik me absoluut niet kan voorstellen, zal dat desastreuze gevolgen hebben voor het bezoek aan de binnenstad. Gratis parkeren, daar praten wij ook niet over. Maar het moet geen melkkoe worden. Het moet geen sluitstuk worden van de begroting. En de voorstellen die nu gemaakt zijn, ja, die lijken echt helemaal nergens op. En we zijn ook teleurgesteld dat we een aantal gesprekken hebben met de wethouder gehad, de verantwoordelijke wethouder. In dit geval dan mevrouw Ten Seldam. En daarin hebben we toch een aantal wensen neergelegd. En dat je die helemaal niet weervindt in het uiteindelijke voorstel. Ja, daar zijn we allereerst erg teleurgesteld in, maar ook erg boos over. Want dat betekent dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk geen gevoel is voor de problematiek van de Almeloze binnenstad. Ja, ik vind het schandalig. Het lijkt er nergens op. Als je eerst blauwe zones maakt en het is een half jaar blauwe zone, moet alles er weer uit. En dan zou je het 24 uur, 7 dagen in een week zou je betaald moeten parkeren. Dat wordt de doodsteek voor de horeca, maar ook voor alle ondernemers. Ja. En ik begrijp ook dat ze 1,2 miljoen moeten bezuinigen. Maar dat het met het parkeerbeleid moet, door middel van het parkeerbeleid, dat lijkt nergens op. Als je een stad dood wil hebben, dan moet je het zo doen. Dus wij starten ook een actie. Een actie met een poster en flyers. Waar we toch een oproep doen om deze petitie te tekenen. Zodat we in de gemeenteraad, de laatste gemeenteraad van deze maand, dit aan de raad of aan de verantwoordelijke wethouder kunnen aanbieden. Waar ook een signaal is, dit pikken we niet. Hier in het stukje van Kop van Zuid zijn we verrekt actief met elkaar. En dat willen we ook zo houden. Dus we gaan er vierkant voor liggen. Want dit kan gewoon niet. Dat moet de gemeenteraad ook zien. Dat dit natuurlijk de doodsteek is. Dit is geen beleid. Ik merk dat die commotie er ook is. Alhoewel ik wel van mening ben dat het college echt een evenwichtig voorstel neergelegd heeft aan de raad. Dus het is nu aan de raad om daar iets van te vinden. Ja, dit moet van tafel gewoon, klaar. Dan, kijk, dat het bezuinigd moet worden, dat kan me voorstellen. Er is net een mooi duur stadhuis gebouwd voor zoveel miljoen. Waar mensen ook de nodige vraagtekens bij hebben. Maar dan denk ik bij mezelf van bezuinigd op iets anders. Wat de blauwe zone betreft, toen het ingevoerd werd en daartoe besloten werd in 2012, toen was het nog zo dat dat geld opleefde met betrekking tot de overtredingen die daar gemaakt worden. Wij noemen dat de Muldersregeling. 1 januari 2015 heeft het Rijk gemeend dat al die gelden naar het Rijk heen moeten en daarmee is de blauwe zone een verlieslatend systeem geworden voor Almelo, maar dat geldt eigenlijk voor alle andere gemeenten. Als de kosten vele keren hoger zijn dan de opbrengsten, dan moet je kijken van kun je de kosten naar beneden brengen. Daar hebben we naar gekeken. Vandaar ook dat we 6 ton besparen met betrekking tot de kosten. Aan de andere kant kun je ook de balans bereiken door de inkomsten wat te verhogen. Vandaar dat we ook een deel van de maatregelen gericht hebben op het verhogen van de inkomsten, zoals de parkeertarieven. Ik vind met alle respect dat Almelo niet vergeleken kan worden met Nijverdel daarin. En ik denk dat je dan ook moet gaan vergelijken met andere steden van soortgelijke omvang als Almelo. En dan zie je dat het parkeertarief in Almelo daar eerder in positieve zin zich daarin onderscheidt dan in negatieve zin.